Ik ben Jolien en zover ik mij herinner, heb ik altijd al een fascinatie voor dieren gehad. Maar mijn liefde voor paarden steekt daar bovenuit. Het moment dat er plots een merriejaarling Shemanga op de weide achter ons huis stond, heeft gezorgd voor de passie voor paarden die ik nu heb. Jij was ongeveer 6 jaar, dan was ik je altijd kwijt. Dan werd jij altijd verdwenen tot ik ontdekte dat jij altijd uren bij dat veulen zat en gras trok en paardjes eten gaf en dan op den duur begon je daarmee te spelen. Maar alle geluk blijft niet duren. Een enkele jaren later, op mijn verjaardag, wou ik haar tonen aan al mijn vrienden. Maar de eigenaars waren verhuisd. En dus ook Shemanga. Dat was eigenlijk uw eerste grote paardenvriendschap. Ik heb een heel lange tijd het moeilijk gehad hierdoor. Maar hoopte dat ik haar ooit nog terug zou zien. Tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd dat sprankeltje hoop in mij. Dus ik heb wel een adres gevonden, maar die mensen hebben daar nooit op gereageerd op mijn berichten dat ik ingesproken had en zo. Ja, altijd nog blijven op zoek gaan naar dat paard. En misschien op een dag wel, hopelijk, dat je ze terugvindt. Ondertussen had ik nog een pony leren kennen, Vanta. Een merrie van 13 jaar die erg koppig was. De eerste keer dat ik met haar reed, haatte ik haar verschrikkelijk. Maar toen ik de tweede keer na het rijden haar een trucje wou aanleren, kon ze het zo verbazend snel dat ik vanaf die dag elke keer naar haar ging als ik op de manege was. Zo ontstond een enorme band. Maar juist omdat ze zo koppig was en niemand met haar wou rijden, werd ze verkocht. Door een vriendin weet ik nu waar ze staat en ga ik ze af en toe bezoeken. De moeilijke en dan betante ring. Dat iedereen zei, oh nee, waarom dat we dat paard, niemand moet daarvan hebben. Dan had jij daar veel interesse in en dan ging je daar wel mee bezig houden. Je gaat altijd zoiets gaan uithalen dat een ander niet vindt of niet ziet of niet kan. Het afscheid nemen van paarden is een van de dingen waarmee ik het moeilijkste heb. Nu heb ik ook een eigen paard waarmee ik de gekste dingen meemaak. Ik geniet van zoveel mogelijk momenten. En probeer iedere keer bij te leren. En zo hoop ik nog veel mee te maken.